kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen, want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen groot en klein bij mij binnenlopen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open. Als ze aan hun kind gelijk bij mij binnenlopen. Hallo jongens en meisjes. Opa, Fawaka, hoe gaat het? How are you? Ja, ik heb jullie lang niet gezien. Of, niet ik zie jullie, jullie zien mij, hè? Ja, wel, jullie hebben me lang niet gezien, maar ik ben er weer. Om vandaag een verhaal met jullie te delen. En jullie weten waarover de verhaaltjes gaan, toch? Het gaat altijd over Jezus, over de Bijbel, over spannende dingen die zijn gebeurd, toch? Of die moeten gebeuren. En zo heb ik vandaag ook weer een verhaal voor jullie. Als het goed is, dan heb je gehoord dat ze Jezus dood hebben gemaakt. Hè? Hij is aan het kruis gestorven. En nadat hij dood was, hebben ze hem begraven. Maar niet begraven in een gat, zoals je dat misschien nu kent. Maar in een grot, toch? In een gat in een berg, bijna zo. Zoiets kan je zeggen. Daarop kan het lijken. Met een grote steen ervoor. Maar je weet wat is gebeurd, toch? Hij is niet dood gebleven. Want Jezus was niet gewoon een mens. No. Hij was geen normaal mens zoals jij en ik. Nope. Hij is opgestaan uit de dood. Want de dood kon hem niet vasthouden. Want hij had geen zonde. Hij is wel dood gegaan voor jouw zonde. Voor mijn zonde. Maar hij zelf had geen zonde. Dus de dood kon hem niet houden. En hij is dus opgestaan uit de dood. En wat gebeurde er toen? Andere mensen hebben hem gezien. En daarover zal ik vandaag met jullie praten. Wat er is gebeurd toen hij is opgestaan, zal ik jullie een beetje vertellen. Maar voor ik verder ga, laten we even rustig worden. Zit je rustig of ben je rustig? Zullen we even bidden? Toch? En dan vragen we God dat je alles goed mag begrijpen, toch? En onthouden ook wat ik ga vertellen aan jullie. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat ik vandaag ook weer een verhaal met de kinderen mag delen. Een verhaal aan ze mag vertellen. Maar Heer, het is niet gewoon een verhaal zomaar. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Heer, dank u wel dat we zo mogen leren wie u bent, wie uw Zoon Jezus is. En dat we mogen doen wat u wil in ons leven. Vader, ook alle kleine kinderen. U houdt van iedereen en u wil dat ze allemaal bij u komen, allemaal van u zijn. Heer, dat dit verhaal mag helpen om ze daar te brengen. Om te weten dat u een lieve God bent, een goede God bent, die hun wil helpen. In Jezus' naam. Amen. Oké. Dus, Jezus is niet doodgebleven, hij is opgestaan uit de dood. En hoe weten we dat hij is opgestaan uit de dood? Je kan zeggen misschien, omdat dat graf leeg was, hij was niet meer daar. Dan kan ik zeggen, ja, maar misschien hebben ze zijn lijk weggebracht, hebben ze het ergens verborgen, ergens zijn ze het gaan schuilen, maar het was nog dood, hij was nog dood. Dus niet omdat dat graf leeg was, weten we dat hij is opgestaan. Maar hij heeft zich laten zien. Mensen hebben hem gezien. Hij heeft met mensen gesproken. Jawel. En heeft zelfs ook gegeten en gedronken. Dus hij was geen ghost. Hij was geen geest. Nope. He was alive. Als een mens. En je kon hem aanraken. En over dat aanraken gesproken. Die discipelen van Jezus, je weet, hij had discipelen toch? 12, maar toen was er eentje die hem had verraden.
toch, die is gaan, ja, hoe moet ik zeggen, hij is niet gaan klikken, want Jezus had niets gedaan dat hij niet mocht doen, maar hij heeft hem verraden, zeggen wij. Toch, een beetje moeilijk woord, maar onthoud het even gewoon. Judas had Jezus verraden, hij was een van de 12 discipelen, maar nadat Judas Jezus had verraden, was hij niet meer in de 12. Toen waren er maar 11 discipelen over. En deze 11 discipelen waren bij elkaar. Deze vrienden van Jezus, want ze waren vrienden geworden. Eerst waren ze zijn leerlingen, maar ze hebben elkaar leren kennen. En toen waren ze matties bijna, kan je zeggen. Toch, net als wanneer je in de klas komt bij een juffrouw, je kent die juffrouw niet. Die is ook streng, jongen. Look at this, and I love you. Maar wanneer je later die juffrouw op die manier leert kennen, dan zie je van, hey, is een lieve juf of is een lieve meneer. Toch, dus zo hebben ze Jezus leren kennen ook. Van, hey, dit is echt een goede persoon, man. Wauw. Toch? Dus ze waren zijn vrienden geworden. En ze waren heel verdrietig. Jij zou toch ook verdrietig zijn als je een goede vriend had en hij was niet meer met je. Hij is verdwenen of hij is dood zelfs. Auw. Niet prettig. Dus die discipelen, zijn volgelingen, waren heel verdrietig. En ze waren bij elkaar in huis. En check nou. Alle deuren en ramen waren dicht. Ze waren gesloten. Weet je waarom ze dicht waren? Omdat het gevaarlijk was. Als andere mensen zouden ontdekken dat er mensen zijn die daar zo in dat huis zijn, die van Jezus houden. Het was gevaarlijk. Dus ze moesten alles stilletjes en rustig doen. Ja boy, tot nu toe zijn er landen waar men niet mag weten dat je van Jezus houdt. Als ze het weten, sluiten ze je op. Maar in Suriname is dat niet zo. We kunnen schreeuwen op straat, ik hou van Jezus. Je kan het doen. Maar in andere landen, ze schieten je. Ze rammelen je. Ze sluiten je op. Boy, we hebben het goed hoor, in Suriname. Ja, we hebben het goed in Suriname. Dat we van Jezus mogen houden en luid mogen zingen dat je van hem houdt. Want hij is niet zomaar iemand die dood is. Hij is de Zoon van God, die is opgestaan. En zo waren dus die discipelen in huis, bij elkaar. En ze waren aan het treuren. Dat wil zeggen, ze waren verdrietig. En Jezus is er niet meer. Hoe gaan we het doen? Wat gaan we doen? En wat was er? Opeens, deuren dicht, ramen dicht, niemand is naar binnen gekomen. Was Jezus daar? Jezus was gewoon bij ze daar. Wow. Aan elkaar toch? Zou je denken. Maar ja, het was waar. En ze waren zo blij. Ze waren zo verrast van. Maar hoe is dit? Wat is er? En ze spraken met Jezus. En ze waren zo blij. Toch? Maar daarna is Jezus weer verdwenen. Hij was weg. Maar ze waren zo blij. Toch? Maar weet je wie niet daar was? Ze waren niet. Ik had gezegd 11 discipelen, no? Toen waren er 10 daar. Eentje was er niet. Als je dat verhaal kent, dan weet je wie er niet was. Weet je wie er niet was? Zijn naam begint met een T. Een T. T van Thomas. Ja, sommigen van jullie weten het. Thomas was er niet. En na een week waren die discipelen weer bij elkaar. En Thomas was ook daar nu. Maar Thomas wilde het eerst niet geloven, toch? Maar aan elkaar, meneer Bribi. Ja, hij was hier. No. Had Thomas gezegd. Heren, no. Even me kan vierde olo in de anu, toch? Die gaten in zijn handen en in zijn zee, want ze hadden hem ook gestoken, toch? Met een speer. Toch, als ik mijn hand daar kan zetten en ik kan voelen dat er een gat is, dan pas ga ik geloven. Meneer Bribatori zou het tegen me. Aan elkaar. Hij geloofde niet. Maar een andere keer, een week later, toen was hij er. En wie kwam ineens weer, poep, terwijl deuren en ramen gesloten waren? Jezus. Jezus was weer daar. Jezus was weer in hun midden. Thomas kreeg. En Jezus wist dat Thomas wilde voelen. En Jezus sprak tot Thomas. Thomas, kom. Je wil voelen? Kom. Zet je handen hier zo in mijn handen. Voel dat gat. Zet je hand in mijn zij. Voel. Waar ze me hebben gestoken. Ik ben het echt. Ik ben het echt. Toch? En toen is Thomas gegaan. Kan daar weer vrede, no? Een beetje bang zo. Maar hij is gegaan.
heeft gevoeld, is waar. En toen zei hij, mijn Heer, mijn God, wow. En toen pas geloofde Thomas. En Jezus zei aan Thomas, ja. Nu daar je hebt gezien en je hebt gevoeld, nu geloof je. Maar zalig zijn zij, en zalig betekent gelukkig. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En eigenlijk ben jij dat, ben ik dat. Want kunnen we Jezus nu zien? Oh, sommige mensen zeggen, ja, ik heb hem gezien in een droom. Ja, sommige mensen zien Jezus in een droom. Of sommige mensen zien hem in een visioen en hij praat met ze. Ja, dat kan. Maar hij leeft niet meer op aarde nu als een mens. Toch, we zien hem niet elke dag dat we kunnen zeggen, daar Jezus. Toch, we kunnen niet. Maar, als we geloven dat hij er wel is, dan zijn we gelukkig. Want dan weten we, God, uw zoon leeft. En hij helpt me nog steeds. Ja, want Jezus wil ons helpen. Een andere keer, want ze zagen hem niet de hele tijd hoor. Nadat hij was opgestaan, is hij nog 40 dagen gebleven op aarde. En soms zagen ze hem en soms zagen ze hem niet. Af en toe was hij met ze en af en toe was hij niet met ze. Toch? En zo, ze waren in Jeruzalem, hè? Daar was hij gekruisigd. En hij had laten weten aan ze, ik ga jullie ontmoeten in Galilea. Galilea is dichtbij waar hij had gewoond vroeger. En ze zijn naar daar gegaan, zonder hem. En toen ze daar waren, hebben ze hem ontmoet. En ze hebben weer met hem gesproken en heeft ze nog meer dingen geleerd. Want dat hij zou doodgaan en dat hij op zou staan, had hij ze al lang verteld. Voordat hij dood was. Maar ze waren vergeten. Ze waren gewoon vergeten. Maar nu heeft hij ze weer eraan herinnerd van, je weet dat ik je dit had verteld, toch? En hij zei ze, maar ik ga niet met jullie blijven. Ik ga weer naar de hemel gaan. En ze zeiden van, maar hoe? We dachten dat u zou koning zou worden over Jeruzalem, toch? En Jezus zei aan ze, nee, dat is niet voor jullie om te weten of te bepalen. Dat weet mijn Vader in de hemel, de Heere God zelf. Ja, want God, de Heere God, is Jezus zijn Vader. En hij zei, mijn Vader alleen bepaalt dat. Jij hoeft niks daarover te weten. Toch? En Jezus zei, ik ga weg. Maar ik ga jullie niet alleen laten. Jullie zullen de Heilige Geest ontvangen. Dus Jezus zou weggaan en dan zou de Heilige Geest komen. En de Heilige Geest gaat jullie helpen. Want luister, jullie moeten niet gewoon bij elkaar blijven. Jullie moeten gaan rondvertellen het goede nieuws. Wat God voor jullie heeft gedaan. Dat je van je zonde kan worden vergeven. Want de enige manier waarop je echt van je zonde kan worden vergeven, is als je gelooft in de Heere Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. En als je hem vraagt, Heer Jezus, wordt u mijn Heer? Kunt u voor mij bepalen? Ik geloof u. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. En ik geloof dat u voor mij en mijn zonde aan het kruis bent gestorven. Als je dat gelooft en je bidt tot God en je dankt God en je vraagt om inderdaad al je zonde, alle stoute dingen die je denkt, die je zegt, die je doet, van je weg te halen en je schoon te wassen, dan doet hij dat ook. Je ziet het niet, maar het gebeurt wel. Je moet ook geloven. Net hoe je Jezus niet kan zien, maar hij leeft wel. Je gelooft dat hij leeft. Toch? Precies zo moet je ook geloven. Wanneer je bidt tot God en je vraagt en je zegt echt sorry hoor, voor alle dingen die je hebt gedaan die niet goed zijn. En je hebt echt spijt. Dan mag je ook geloven en weten dat God je vergeeft voor alle zonden. Dus, die discipelen, toen ze een keer weer met Jezus waren, en toen waren ze niet meer in Galilea, toen waren ze weer naar Jeruzalem, heeft Jezus gezegd, dit moeten jullie doen. Jullie moeten rondgaan in de wereld en jullie moeten vertellen het goede nieuws, dat er hoop is en redding is voor iedereen. En dat er een ander leven is met God, waar je gelukkig kan zijn, waar je niet bang hoeft te zijn. Want er zijn zoveel slechte dingen ook die gebeuren, toch? Zoveel slechte mensen zijn er ook. Rovers, toch? Mensen die liegen, mensen die stelen. Oh, gunst. Maar als je gelooft in de Heere Jezus,
Dan mag je weten dat je beschermd zal worden. En ik heb niet gezegd dat ze niet van je gaan stelen. Misschien gaan ze wel van je stelen. Maar je hoeft niet bang te zijn. Wat je hebt verloren is niet erg. God zal ervoor zorgen dat je weer krijgt wat je nodig hebt als je iets nodig hebt. God laat het altijd goed worden. Je hoeft echt niet bang te zijn. En je bent niet alleen, want hij heeft zijn Heilige Geest gestuurd. Jezus heeft ze gezegd, wanneer ik wegga, dan moeten jullie nog hier blijven. Jullie moeten nog hier blijven wachten. Toch? Want jullie gaan de Heilige Geest krijgen. En toen hij al deze dingen aan ze had verteld, weet je wat er toen gebeurde? Something amazing. Toch? Iets dat we niet zien gebeuren nu. Op tv misschien wel. Dan gebeurt het zogenaamde. Jezus begon op te stijgen. Zijn voeten gingen weg van de grond. En die discipelen zagen het. Maar niet alleen die discipelen hoor. Er waren ook 500 mensen. Meer dan 500 mensen waren daar zo. Allemaal hebben ze het gezien. Dat Jezus begon te zweven. En hij verdween. En hij ging steeds hoger en hoger en hoger. Tot ze hem niet meer konden zien. Want hij is achter wolken verdwenen. En terwijl ze zo stonden te kijken, hoogstwaarschijnlijk met open mond, dan waren er twee mannen. Twee mannen waren er plotseling met witte kleren. Het moeten engelen zijn geweest. En die hebben gevraagd aan ze, waar kijken jullie naar? Deze Jezus, zoals hij weg is gegaan, precies zo zal hij terugkomen. Dat was de belofte. Dus, Jezus is dood gegaan, maar hij is opgestaan. Ze hebben hem gezien en toen was hij ineens weer weg. Hij is opgestegen naar de hemel, maar hij komt terug. Wanneer komt hij terug? Boy, minus sabi. Maar hij komt terug. En het staat ook in de Bijbel dat hij terugkomt. Jongens en meisjes, alles wat in de Bijbel geschreven staat, is waar. Er zijn mensen die zeggen, mensen hebben het geschreven en mensen maken fouten. Wel, nee hoor, niet met de Bijbel. Want de Bijbel is wel door mensen geschreven, maar wat ze hebben geschreven, komt door die stem die ze hebben gehoord van God. God heeft ze gezegd wat ze moeten schrijven. En er zijn zoveel mensen die hebben gekeken van, no, ik moet een leugen vinden in de Bijbel, het kan niet. En die mensen die hebben geprobeerd om een leugen te vinden, die hebben zelf gezien van, mi mama, alles is waar. En ze zijn zelf christenen geworden, ze zijn zelf tot geloof gekomen. En als er staat in de Bijbel dat Jezus terug zal komen, zal hij terugkomen. Mijn vraag aan jou is, geloof je in Jezus? Want als je niet in hem gelooft, en je hebt hem niet gevraagd om in je leven te komen, dan kan het te laat zijn voor jou. Dus als je safe wil zijn, als je veilig wil zijn, jongens en meisjes, zorg ervoor dat je deze Jezus vraagt, Jezus, kom in mijn leven, en vergeef me van mijn zonde. Wil je dat doen? Om veilig te zijn, om safe te zijn, zodat je weet dat je bij Jezus kan horen, een mighty, powerful God, die wonderen kan doen, die opgestaan is uit de dood, wat geen enkel mens kan doen. Wil je dan met me bidden om een kind te worden van God? Ga je gang. Vouw je handjes, oogjes dicht. En zeg me na. Heere Jezus, ik geloof in u. Ik geloof dat u voor mijn zonden bent gestorven. Maar u bent opgestaan en hebt een nieuw leven. En ik wil ook een nieuw leven met u. Neem over, Heere Jezus. Kunt u me schoonwassen van al mijn zonden? Vergeef me, God, voor alle stoute dingen. Ik wil opnieuw beginnen als een kind van u. Dank u wel dat ik dat mag doen.
In Jezus' naam. Amen. Wow! Wauw. Jij bent nu een kind van God. Als je mee hebt gebeden en je meent het, ben je nu een kind van God. En wat betekent dat? Dat je safe bent. Dat als Jezus morgen of straks terugkomt, dat je met hem mee mag gaan. Want hij komt om de mensen die in hem geloven mee te nemen. Zal hij jou meenemen? Ja, hè? Als je in hem gelooft en je moet gehoorzaam zijn aan wat hij wil. En wat wil hij? Wat wil hij? Als je wil weten wat hij wil, ga naar een zondagschool of een kinderclub waar ze verhalen vertellen over Jezus en wat hij allemaal wil dat we moeten doen. Om goed te leven met elkaar, elkaar lief te hebben en zo. Zo, dat was dan mijn verhaal aan jullie voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en eruit hebben geleerd. En dan zie ik jullie een volgende keer weer, hè. Dag kinderen. Doei. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Als je groeien wil. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. En nu in het Engels. Read your Bible, pray every day. Je wil bij je wonen en dan ben je nooit alleen.
is er nog zo donker? Er is iets wat ik mis. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je k. Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Van je k. Doe hem open voor God. Want de Heer wil bij je wonen. En dan ben je nooit alleen. En dan ben je nooit alleen. En dan ben je nooit alleen. I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, I know God loves me, yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do.